Hey beauties, welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Katja, ik hou van oogschaduw en ook van parfum. Deze keer weer eens een keer een parfum update jongens, wat is het lang geleden? Ik kwam erachter dat het al meer dan 8 weken geleden is. Ik geloof wel 10 weken of zo, hoe dan? Nou, het wordt het hoog tijd, want er is net als bij in de make-up, is er ontzettend veel weer aan nieuws te melden. Dus ik maak natuurlijk zoals altijd weer een selectie van dingen die mij of lekker lijken als parfum, of dat ik een flesje heel mooi vind of apart, of een andere bijzonderheid. En voordat ik ga beginnen met de eerste geur, natuurlijk eerst even de oproep. Doe het duimpje alvast omhoog, jongens, als je dit nu alweer een gezellige video vindt. Want aan het einde van de video, dan vergeet je het. Zo gaat dat, jongens. Geef het maar toe, zo gaat dat. Ik vergeet het ook altijd aan het einde. Doe het meteen. Doe het nu. En als je dan toch daar bent om ergens op te tikken, tik dan ook gelijk even op het abonneerknopje. Als je dat gezellig vindt tenminste. Ik zou het heel gezellig vinden. Let's go. Ik begin met Boss in de Alive serie. Dat is ook weer zo'n serie dat als ze eenmaal succes hebben, hè, als zo'n geurtje succes heeft, dan komen er altijd, ik weet niet hoeveel flankerende geuren van uit. Nu komt de vierde, voor zover ik kon nagaan, de vierde flankerende geur van het geurtje Alive van Boss komt uit. We hadden al de Eau de Parfum, we hadden al de Parfum, we hadden al de Intense. En nu, als jullie nog hebben onthouden van al mijn andere recente updates, de Absolue. In mijn beleving is Jean-Paul Gaultier begonnen met die lijn, want dat heb ik toen zelfs nog gezegd van, hey, ik zie iets nieuws. Ze hadden Scandal Absolue als naam. En toen dacht ik, zouden er nu allerlei andere geuren komen met Absolue? Nou, sindsdien zijn er al, ik weet niet hoeveel geuren uitgekomen. En nu dus ook Boss, die een Absolue variant uitbrengt. Ja, je ziet hier ook in het overzicht. Het is een beetje een houtige geurserie. Hè? Als we eventjes meelezen met wat er op het plaatje staat. De Eau de Parfum is dan houtig-fruitig. De Intense is houtig-fruitig amberig. De Parfum is amberig, houtig, bloemig. En deze Absolue is dan houtig, leerachtig. Dus daar zien we in één keer een nieuwe component, het leer. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben tegenwoordig niet meer zo anti-leer als dat ik eerst was voor de parfums. Ik vind de leergeuren, als ze het goed gemengd hebben met andere ingrediënten, zoals vanille, en dat zie ik hier ook, een vanilla-akkoord. Dat zou wel eens heel lekker kunnen zijn. Het doet me al meteen een beetje denken, natuurlijk weer. Jullie worden er al helemaal ziek van, jongens. Baby Cat van Yves Saint Laurent. Onthoud dat, hè, jongens. Vanilleleer, Baby Cat, maar ook Ben Elegance, The World According to Arthur. He, dat zijn wel een paar hele grote, zal ik maar zeggen. Die daar natuurlijk al veel eerder mee op de markt zijn gekomen. En zo zijn er nog wel een heleboel. Dus ik denk dat dat een beetje in die sfeer zou kunnen zijn. Maar het is woody leathery. En niet vanilla of ambery leathery. Dus ik twijfel een beetje. Ik ga hem wel even snuffelen denk ik in de winkel. Maar ik heb er niet echt high hopes op nog. We shall see. Ook Burberry, het merk, komt uit met een flankerende geur van een al eerder uitgebrachte geur. Goddess is de geur waar ik het over heb, die al eerder is uitgebracht. Volgens mij heeft die nog niet eens zo heel erg lang geleden in een van mijn video's gezeten. En daar zei ik toen van, ja, het leek mij op basis van de geurnoten echt een lekkere vanillegeur. Nou, ik dat zo zeg, zou die wel eens in de vanille 3 zou die wel eens gezeten kunnen hebben als bonusgeur. Zit ik nou ineens te denken, nou, ik dit zo zeg. Want Burberry Goddess is een lekkere geur, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik dacht aan de geurnoten te zien, dat is een lekker vanillegeurtje. Maar ik rook vooral de cacao, de lavendel en de gember. Ja, zou je altijd zien. Kan aan mijn huid liggen, maar ik denk misschien dat het ook gewoon aan de geur ligt. Nou, van die Goddess is nu dus een flankerende geur uitgekomen. En natuurlijk de Intense. Ja. Zo begint het, hè? De Intense en dan meestal de Parfum en dan de Absolue. Dus ik denk dat we er nog wel 2 extra tegemoet kunnen zien. Is mijn voorspelling nu. En dan zal dat in 2025 en in 2026 zijn. Ik ben benieuwd. Eigenlijk moet ik het even noteren, hè jongens. Mijn parfumvoorspellingen en dan even kijken wat er van uitkomt. Maar goed, voor nu dus eventjes Burberry Goddess Intense. En die heb ik gekocht, want ik dacht, lijkt me lekker. Ik heb hem overigens gewoon blind gekocht. Dit is ook echt van Burberry zelf, dus ik heb er niet een sampletje of zo. Ik dacht, ik vind Goddess ook lekker, dan zal ik Intense ook wel lekker vinden. En er zit nog meer vanille in, dus misschien ook een nieuwe ronde, nieuwe kansen wat dat betreft. Ja, en ook bij deze ruik ik de lavendel weer heel erg goed. Dit keer ook de patchouli een beetje eronder, hij is ietsje zwaarder. Mag je ook verwachten van een Intense, dat komt ook echt door de patchouli. En on overall is het best wel vergelijkbaar met Goddess. Een tikje zwaarder, een tikje ietsjes kruidiger ondertoontje of boventoontje. Maar verder lijkt het er behoorlijk op. Dus in die zin prima, hè? Maar ik had er eigenlijk iets meer van gehoopt dat het iets meer nog zou verschillen. Maar verder prima, allebei lekker, Goddess en Goddess Intense. Het zijn echte designergeuren en zoals ik jullie ook in mijn voorgaande video's al heb verteld, ik vind de designergeuren in ieder geval dit jaar en vorig jaar steeds meer naar elkaar toe komen tussen de merken onderling. Dat het allemaal steeds meer op elkaar lijkt. Dus daarom ga ik hier niet een grote fles van kopen, want ik denk ja,
voor jou 10 anderen als het ware. Maar ik vind het wel leuk om toch even 10 milliliter zo even te kunnen sprayen. Dat vind ik altijd wel leuk voor de afwisseling. Voor zo'n 10 milliliter buisje, eigenlijk vragen alle merken daar zo gemiddeld zo 25 tot 30 euro voor. Dus dat is eigenlijk over bijna alle merken heen wel vergelijkbaar. Carolina Herrera, het merk met de mooie schoentjes onder andere, komt met deze limited edition uit. Dit is Good Girl Color Mania. Het gaat vooral om het flesje dit keer wat het merk betreft. Want het is eigenlijk, zeggen zij zelf, de originele gewone Good Girl geur. Maar dan in een nieuw flesje wat limited edition is voor deze zomer, zeg maar. Dus als je toch een lekker geurtje vindt en het is toch bijna op, of je was toch toe aan een nieuw flesje, kan je net zo goed deze nemen. Ik zeg er wel bij, want het merk zegt dus het is gewoon de originele Good Girl, hè, die je al gewend bent. Maar ik denk dan, nou, ik weet niet. Volgens mij is die wel geherformuleerd. Want als ik naar de geurnoten kijk, zie ik wel degelijk verschil. Dit is het geurnotenraadje van het origineel. Helemaal vol dus, hè, dus je hoeft niet eens naar alle afzonderlijke geurnoten te kijken. Maar wat je vooral ziet is heel veel, hè, veel geurnoten. En dit is het een stuk kariger rijtje van de Good Girl Color Mania. Nou zal het misschien in de praktijk heel erg op elkaar lijken, want dat zegt het merk natuurlijk zelf. Maar ik vind het wel opvallend. Dus hier zie je wat die herformuleringen, wat ik ook vaak al zeg, hè, dat de geuren wat dunner worden, dat de geurnotenraadjes worden uitgekleed. Nou, dat zie je hier wel weer heel erg duidelijk. Hè? 5 geurnoten zijn er overgebleven om in hun eigen woorden toch het originele geurtje toch weer opnieuw uit te brengen. Nou, ik vind het heel bijzonder, maar goed, dan weet je dat. Het flesje is natuurlijk wel weer fantastisch, hè jongens. En speaking of zo'n mooi flesje, ze komen met nog een mooi flesje uit. Dit is hun kersteditie. Ziet er ook weer mooi uit, hè. Mooi wit schoentje, is ook een mooie foto zo. En die noemen ze dan Good Girl Sparkling Ice. En ook hier gaat het weer puur om het flesje, want ook dit is de gewone, tussen aanhalingstekens dan weer gewoon Good Girl. En dat is hetzelfde geurnotenrijtje, dus dezelfde 5 geurnoten als die in dat roze flesje. Dus eigenlijk kun je kiezen. Wil je nog in deze zomer dit roze flesje of wil je liever de ijzige versie voor deze winter, de Sparkling Ice versie heet die. Nou, kan je kiezen. Het is dus allebei de gewone Good Girl, zeg ik maar nog een keer erbij. Een nieuwtje van het Nederlandse huis Fugazi. Die komen met een nieuwe geur Vanilla Haze. Oeh, daar heb ik ook echt wel interesse in. Ik denk dat ik altijd een vanilleparfumbezamelaar en onderzoeker zal blijven. Dus deze komt natuurlijk ook weer op mijn uitprobeerlijstje. Het lijkt mij heel erg lekker deze geur. Nou ja, en de naam van de parfum zegt natuurlijk ook heel duidelijk dat het over vanille moet gaan. Kijken we dan naar de geurnoten, dan denk ik alleen maar, oh, lekker man. Ik zie hazelnoot, dat vind ik altijd gelijk een soort bijna gebrand, weet je, van die gebrande pinda's of zo. Zo'n type noot zit er dan bij, iets geroosterd. Nou, amandel, kokosmelk, tonkaboon, natuurlijk vanille, maar ook karamel en zelfs ook een beetje musk daaronder in. Dus ja, het lijkt mij inderdaad een heel lekker geurtje. Ik twijfel nog een klein beetje. Hij wordt natuurlijk weggezet als unisex. Want tegenwoordig doen we nooit meer alleen maar dames of heren. Of bijna nooit meer. In ieder geval niet bij de nichehuizen. Dus ja, maar ik twijfel dan van, zou het dan toch niet stiekem een beetje iets mannelijks kunnen hebben? Dat is soms zo met die hout en die tonka en zo. Het zou wel eens toch misschien ook een heel klein beetje die kant op kunnen gaan. Ja, ik weet dat niet. Het kan ook voor hetzelfde geld heel erg lekker zijn. Dus ik weet niet of ik hem blind aan zou durven. Het luchtje is te krijgen in ieder geval in hun winkel in Amsterdam. Er is blijkbaar ook een Fugazi winkel in Amsterdam. En verder zijn er ook genoeg andere winkels online in ieder geval die Fugazi verkopen. Waaronder bijvoorbeeld Skins. Het merk zelf zegt daarvan in zijn marketingtekst: dit is de bestseller waar jij op zat te wachten. En geloof ons nou maar, je gaat het lekker vinden. Dat is wat het merk zelf heel zelfverzekerd over deze geur zegt. Dus dan zou je kunnen denken dat het dan toch echt unisex is. Dat denk ik dan. Maar ja, ik zeg al, ik zou het eigenlijk wel even willen ruiken. Dus misschien moet ik gewoon even naar Amsterdam, jongens. Eventjes snuffelen in de winkel. Guerlain is deze zomer uitgekomen met maar liefst 6 geurtjes in een nieuwe lijn die ze zijn gestart. Namelijk de Absolu Allegoria. Daar hebben we Absolu weer, maar dit keer met een S erachter van meervoud Absolu Allegoria. En die bestaat uit verschillende parfums uit de oudere lijn. En die heette Les Absolu d'Orient. Dus eigenlijk is het gewoon een heruitgave, een re-release in nieuwe flesjes. Want de oudere flesjes zagen er ook anders uit. Niet alle Absolu d'Orient zijn opgenomen in de nieuwe lijn Absolu Allegoria. Maar er zijn dan daar weer wel nieuwe geuren, of in ieder geval 1 nieuwe geur op dit moment aan toegevoegd. De Rose Amira. Dus ja, het zijn keuzes die het huis dan zelf maakt. Het gaat dus om 7 geurtjes. De flesjeontwerpjes die kennen we al van de Aqua Allegoria serie. Met al die bloemetjes en zo. Die was iets lichter en helderder van kleur, zeg maar, die serie.
En deze vind ik heel duidelijk echt aangepast op de herfst. Donkerdere kleurstofjes gebruikt, zullen we maar zeggen, hè? Aan het sapje toegevoegd. Veel herfstiger. En je ziet het ook aan de fotoachtergronden, allemaal wat donkerder. Dus het is duidelijk een herfstrelease. Ja, mooi gedaan. Ik vind het heel mooi gedaan, jongens. Ik vind Guerlain daar wel goed in, hoor. En die marketing. En denk ik, wauw. Ik heb bij de Douglas al 2 van de 6 nieuwe geuren zien staan. Ja, ik wil gewoon even wachten op de andere natuurlijk ook. Ik wil eigenlijk het hele serietje wel even ruiken. En wie weet zit er wel iets heel erg lekkers tussen waarvan ik denk, lekker. Ze komen trouwens ook nog erbij uit met een haarmist. Een van de geurtjes heet Santal Royale. En van die brengen ze ook een haarmist erbij uit. En dat ziet er dan weer zo uit. Haarmist, jongens, denk eraan dat er echt een verschil is met parfum. Als je parfum in je haar spuit, dan ruikt je haar wel lekker. Maar het droogt ook ontzettend uit door de hoge alcoholpercentage wat in een parfumetje zit. In een haarmist zit er volgens mij helemaal geen alcohol in. Of anders een fractie van een percentage. Waardoor het veel zachter is voor je haar. Hetzelfde geldt voor de body sprays of de body mists. Hè, mochten jullie daar ook van zijn, zal ik maar zeggen. Dat ruikt dan hetzelfde als het parfummetje. Maar er zit geen alcohol in. Dus daardoor blijft het veel minder lang hangen op je lijf. Maar het droogt je huid niet uit. Hè. Dus dat is met de body mists precies hetzelfde. Nou ja, goed. Dan weet je dat. Santal Royale hebben we dus in een parfumversie en in een haarmistversie in deze nieuwe lijn. Jimmy Choo is uitgekomen met zijn I Want You en dan ook weer Le Parfum. Dus weer een flankerende geur bij de oorspronkelijke I Want You. De oorspronkelijke geur was wat ik dan een persieke geur zou willen noemen. En deze nieuwe gaat daar gek genoeg niet op verder. Dat zou je wel verwachten. Die gaat juist over bramen en over peer. Dus dat gaat helemaal niet meer over persik. Ik heb ze allebei geroken. Ik ga daar nu verder niet op in. Want kijk dan maar gewoon naar mijn zomerfruitgeuren video. Die ik heel recent heb, ik wou zeggen uitgebracht, maar geüpload. Dus daar komen beide geuren, zowel de gewone als de Le Parfum, in terug. Maar het is dus een zomer 2024 release. Waar ik zelf heel erg veel zin in heb om een keer te proberen is deze La Tarte Tatin van Jousset. Jousset Parfum, daar heb ik al verschillende geurtjes van in mijn video's gehad. Meestal een vanille of een vanille variant met een koekje en een taartje en weet het allemaal. Allemaal hele lekkere gourmande geurtjes. Dus La Tarte Tatin, ja, dat klinkt mij natuurlijk weer als muziek in de oren. Dus ik wil hem in ieder geval ruiken. Het gaat over bruine suiker, maar ook een beetje zout. En daarna komt er een heel akkoord van vers gebakken, nou ja, een Tarte Tatin, dus een taartje, zeg maar. Ja, dat lijkt mij natuurlijk weer fantastisch. Er zitten allerlei lekkere dingetjes in. Rode appels, tonka, natuurlijk een sloot vanille. Ja, dit moet ik gewoon een keer proberen, jongens. Er zit niks anders op. Ik moet even kijken hoe ik aan het testertje kan komen. Maar het lijkt me verrukkelijk, deze. En die me ook heel erg lekker lijkt, is deze van Maison Margiela uit hun replica-serie. Daar heb ik al eens over verteld. Dan proberen ze dus te repliceren eigenlijk omgevingsgeuren, maar dan lekkere omgevingsgeuren. Dus zo sferen neer te zetten. Hè. Bijvoorbeeld, ik kom net uit de regen gelopen, zo'n soort geurtje. Of ik ga in bad, of ik ga een avondje uit, zo heet het ook allemaal. Ik heb daar zelf By the Fireplace van, dus ik zit lekker bij de open haard. En nu zijn ze uitgekomen met Afternoon Delight. Dus eigenlijk een lekker nijtje in de namiddag. Hè? Zo heet dit geurtje. Dus dan, ja, dan hoor je het alweer. Een lekker nijtje in de namiddag. Dat moet een koekje zijn. Of een taartje. Of iets dergelijks. En dat is het ook. In ieder geval als ik naar de beschrijving kijk. Die het merk er ook zelf van geeft. Met de belangrijkste geurnoten. Vanille. Een madeleine akkoord. Madeleine zijn ook die ja, koek- of cakeachtige ja, koekjes, taartjes, gebakjes. En sandelhout. En het is ook echt een gourmande geur. Zo is het ook echt bedoeld. En er zit ook nog wat musk bij. En die een soort van romige ja, associatie erbij op moet roepen. Dus ja, ik zit hier echt wel op te wachten. Het is al uit bij Sephora. Die zit natuurlijk niet in Nederland, maar wel in de buurlanden om ons heen. Dus daar zou je een blind buy kunnen proberen als je het erop waagt. En verder komt het TCT vanzelf in ieder geval naar de Ici Paris. Denk ik in ieder geval, want die voeren sowieso het merk. En ik denk dat er ook nog wel andere winkels zijn die dit merk zullen voeren. Dus houd in de gaten Afternoon Delight. Het lijkt mij echt fantastisch lekker. Die me ook heel lekker lijkt, is deze van Navitus. En die heet Cabana Sunset. Dat is weer een samenwerking met Paulina Char. Die heeft al meerdere geuren bij Navitus uitgebracht. Paulina is een YouTuber. Navitus werkt altijd samen met influencers. Hè? Dat is eigenlijk hun marketingmodel om het via influencers te doen. Ik wou dat ik ook 100.000 abonnees had, jongens. Dan zou ik ook wel een Navitus geurtje willen uitbrengen. Maar goed, hè? Dromen mag altijd. Maar het nadeel is voor ons natuurlijk hier in Nederland dat deze geuren van Navitus voor ons iets moeilijker te krijgen zijn. Want wij moeten ze dus importeren uit Amerika.
Ja, dus ik wacht eigenlijk op een soort van aanbieding. Meestal doen ze wel een aanbieding als er zo'n geurtje uitkomt. Dat je dan bij aankoop van 2 flessen krijg je dan de verzendkosten gratis. En betalen ze ook nog de invoerrechten voor je, allemaal dat soort dingen. Dan wordt het interessant. Dus ik zat daar op te wachten toen deze uitkwam. Maar toen hadden ze die aanbieding dus niet. Toen hadden ze maar 10% korting of zo. Toen dacht ik, oh, maar dat is niet aantrekkelijk. Dan wordt het te duur. Dus kortom, nu is het nog even niet aantrekkelijk voor mij. Maar ik heb eigenlijk hoop dat bijvoorbeeld volgend jaar, als we het allemaal gewend zijn aan deze geur, dat ze dan misschien met nieuwe aanbiedingen komen een keer. Ja, het is even afwachten. Maar goed, hij lijkt mij heel erg lekker. Het is een lekkere, lijkt mij dan lekker zomerse, tropische geur. Met onder andere kokosnoot, vanille, amber, witte musk. En de meeste parfumeur die dit heeft ontwikkeld is weer Bertrand Duchaufour. En het valt mij op dat hij, wat hij voor Navitus doet, dat het bijna allemaal lekkere gourmande geuren zijn. Dus ik hou hem altijd wel in de gaten. Ik denk, oh, als het Bertrand weer is, dan zal ik hem wel lekker vinden. Dus nou, ik heb er goede hoop op dat het misschien nog ooit wel binnen mijn bereik zal komen. En dan vertel ik jullie natuurlijk wel alles over. Voor nu kan ik het alleen even van op afstand bewonderen. Nou, wat dichterbij is, is Parfum de Marly. Die komt met dit leuke paarse flesje uit. Palatin en natuurlijk een paarse bloem in de hoofdrol. Dat zagen we natuurlijk al aan de kleur van het flesje, het viooltje. Ik vind viooltje best een heel lekker geurtje. Het is aan de ene kant poederig, maar aan de andere kant heel zoet. Echt een verschil wel vind ik met de iris, die veel droger is, veel minder zoet zeg maar. En deze is poederig zoet zal ik maar zeggen. Maar dan niet als babypoeder. Ja, niet zo'n amberige geur eronder zeg maar. Dus ja, het is vaak een beetje een lenteachtige, zomerachtige geur vind ik. Dus dit lijkt mij eerlijk gezegd potentieel heel erg lekker. Ook door die perennoot in de opening, want ik vind dat wel lekker. En dan musk daar onderin vind ik ook lekker. Dus hij heeft potentieel, het lijkt me al met al wel echt een lentegeur of misschien een zomerse geur, maar het lijkt me geen herfst- of wintergeur eerlijk gezegd. Ik heb hem nog niet geprobeerd, maar hij is wel echt van dit jaar, dus hij is nou relatief nieuw op de markt zal ik maar zeggen. Dit vind ik ook echt een leuk nieuwtje. Roberto Cavalli komt met een nieuw geurtje uit en ik heb daar 2 flesjes van in huis. Ja, niet van deze natuurlijk, maar van andere Roberto Cavalli geurtjes. En ik heb nog een derde ook gehad, dus een derde geurtje. Oh, nog een vierde. Ja, ik heb 4 geuren in totaal echt gehad en als fles ook gehad. Ik heb er dus nog 2. En dan nu dus een nieuwe geur in deze lijn, dus met dit type flesje. Want ze hebben ook andere series, andere flesjes ook. Maar deze serie is tot nu toe wel een serie die ik heel lekker vind. Dus ik ben heel benieuwd. Hij heet Sweet Ferocious. Dus zoete woestheid eigenlijk, of zoet en woest. Zo kun je het dan woest in de zin van wild, hè? Een beetje zo wilde dieren zo, ferocious. Ik ben heel benieuwd. Nou, je ziet in de geurnoten al, die wordt al wat donkerder. Hè? Zeker daar in het midden met oud en tonkaboon. Dus daar gaan we al richting herfst en winter. Daarbovenin zien we ook safraan, die vaak ook wat leerachtigs geeft. Elemi is een hars. Ja, pomelo en sinaasappelschil, daar kun je je ook wel iets herfstigs bij voorstellen. Hè? Zo die sinaasappel die je ook wel in de glühwein doet of zo, denk ik dan altijd meteen maar aan. Of in die kruiden, die gedroogde kruidenbakjes zo op je tafel. Hè? Hoe heet dat ook alweer? Nou ja, ik weet niet meer hoe het heet, maar je weet wat ik bedoel. Dat het zo op tafel staat om een lekkere geur. Potpourri, dat is wat ik bedoel. Dankjewel dat je zo hard tegen je scherm riep. Ik verstond het. Potpourri. Cipriololie, dat is ook wel een wat donkerdere, ja, bitterachtige smaak. Hout, dus ja, dit kan ik me wel voorstellen in de herfst. Dus dat snap ik ook wel. En je ziet het ook wel aan de kleur, hè, dat gouden is ook wat, ja, een beetje stevig zal ik maar zeggen. Goud met zwart, dus dat gaan we, ik zeg al, gaan we richting najaar. Hè. Je ziet een beetje tijgervelletje erop. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ze zeggen dat het een damesgeurtje is. Nou, met al die donkere geurnoten zal het best voor een stoere dame zijn, denk ik. Dus ik wil deze wel even snuffelen. Als die in de winkel staat, dan ga ik wel even op de uitkijk, jongens. Omdat ik dit huis dus ook ken. En die draag ik al heel lang, dit huis dan, hè. De oorspronkelijke Roberto Cavalli geur, nou, wanneer kwam die uit? 2012 kwam die uit. Ja, ik denk dat ik hem toen ook gekocht heb. Dus dan draag ik hem al 12 jaar. Al meerdere flesjes ook, hè. Ik ben aan mijn zoveelste flesje bezig. Oud Alcasser heb ik ook van ze, die is uit 2014. En dan kwamen ze in 2013, dus precies ertussenin, kwamen ze ook nog met Nero Assoluto. Die heb ik ook gehad, die vond ik ook heel lekker. Die lijkt een beetje op Black Opium-achtig Kenzo Amour. Een beetje in die jaren toen was dat een beetje zo de trend. Hè? Dus dat deden zij ook aan mee met hun Nero Assoluto. Ja, ik ben er wel van. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb zin in deze geur. Volgens mij was het de meest recente in 2021 in deze serie. Maar die heb ik niet. Ja, leuk om dat huis weer een beetje weer te gaan volgen. Ja, ik denk dat ik me dat eventjes voorneem nu. Tom Ford komt ook weer met een nieuwe geur uit in zijn Private Blends serie.
Dat zijn al deze vorm flesjes. Meestal zwart, soms in andere kleurtjes. Maar deze is wel heel erg zwart, want die heet Black Lacquer. Dus zwarte lak. Nou, deze foto laat het nog meer zien, het principe. Ja, het spreekt mij wat minder aan. Inkt vind ik prima, maar vinyl, dat lijkt me toch echt te plastic ruiken. Je ziet ook staan, PVC, hè? Ja. Nou, dat vind ik nou niet een hele aantrekkelijke geur. Dan nog rum erbij, zwarte peper. Ebbenhout, ook weer die elemie, die hars. Pioenroos, ja, daar word ik ook niet per se heel blij van. Kerkwier ook, nou. Dit spreekt mij niet aan. Het zal vast een kunststukje zijn. Als je het ruikt, zal je misschien inderdaad aan zwarte lak denken. Dat zou kunnen hoor. Maar ja, dan vind ik dat meer een soort als kunst vind ik dan interessant. Maar niet om dan op te spuiten. Zeg ik nou puur vanaf de geurnoten, zonder het natuurlijk geroken te hebben. Misschien is het wel verrukkelijk, hè jongens? Dat weten we nog niet. Tenminste, ik weet het nog niet. Het is in deze serie altijd voor dames en heren, dus altijd unisex. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je dan niet leunend hebt. En ik denk vanaf de geurnoten te zien dat dit toch echt wel wat mannelijk leunt, eerder dan vrouwelijk. Maar nogmaals, ik heb het nog niet geroken, dus ik volg het met interesse. En een andere uitgave van Tom Ford is de Soleil Neige Parfum, dus de parfumuitgave van de Soleil Neige die we natuurlijk al eerder op de markt hadden gezien. Ja, dus deze zou dan iets zwaarder moeten zijn. Hij ziet er wel lekker uit. Ik hou van wortelzaad als geur, bloemen in het midden, vanille daaronder. Ja, er kan weinig aan misgaan. Tegelijkertijd wijkt het niet eens zo heel erg veel af van de oorspronkelijke Soleil Neige. Dus niet de parfum, maar de gewone eau de parfum. Dat zag er ook lekker uit, maar die vind ik dus helemaal niet zo lekker. Hij is aangenaam, maar hier rol ik niet voor naar de winkel. En dat had ik wel verwacht vanaf de geurnoten. Dus ik vermoed dat ik daarom de parfumversie hiervan ook niet per se heel lekker zal gaan vinden. Deze is ja een acquired taste, zullen we maar zeggen. Je moet er echt aan wennen, tenminste ik wel, voordat ik het echt lekker kan vinden. Maar ik sluit niet uit dat dat wel zou kunnen. Als ik het maar lang genoeg op zou spuiten. Dus jongens, als je me een flesje cadeau wil doen, laat het me weten. Ik denk ik ga even nog kijken of er nog nieuws is. De laatste nieuwtjes, 21 minuten geleden. De nieuwe Shalimar Millesime van dit jaar is aangekondigd. Jasmijn! Ja, die ga ik meteen kopen. Ik was bang dat het misschien leer zou worden of zo. En dan zou ik hebben getwijfeld. Maar Shalimar Millesime Jasmin is de nieuwe. Jee, daar heb ik echt wel zin in jongens. Het lijkt mij meteen heel erg lekker. Ik ben een Shalimar fan. En ik heb, ik denk, 2 jaar geleden bedacht, nou, misschien kan ik dan de nieuwere uitgaves gewoon een beetje gaan sparen. Dus ik ga niet heel veel moeite doen om hele oude uitgaves te zoeken. Maar die Millesimes, die ga ik wel sparen. En ik heb trouwens wel moeite gedaan om de allereerste Millesime, de Vanille Planifolia, alsnog op de kop te tikken. Ik denk, nou, dan heb ik de serie ook compleet. Dus dat is gelukt via Marktplaats. En vanaf dat punt wil ik gewoon elk jaar de nieuwe Millesime kopen. Tenzij het een geurnoot is die ik echt niet lekker vind. Want de Shalimar Millesime, dat wil zeggen, Millesime is jaar, de geur van het jaar, zo moet je het eigenlijk lezen. Dus het is de uitgave van dat jaar. En dan kiezen ze elke keer een geurnoot die al in de oorspronkelijke Shalimar zit. En die lichten ze dan als het ware eruit en maken er een nieuwe Shalimar variant van, waar die geurnoot dan extra aandacht krijgt. We hadden al de Vanille Planifolia die ik net noemde. Die is trouwens zalig. Ik ben blij dat ik die nog op de kop heb kunnen tikken. Dan hadden we de Tonka. Dan hadden we daarna nog de Iris. Hè. Dat was die van vorig jaar. Die ik trouwens veel meer op vanille vond lijken. Maar dat terzijde. En dit jaar dus de Jasmin. Ik zei in een van de video's waarin ik Shalimar heb beschreven al van, nou, als ze elk jaar een geurnoot eruit willen lichten, als we naar de geurnotenrij van de oorspronkelijke Shalimar kijken, nou, dan kunnen we er maar even vooruit. Dus ik hoop dat ze ze allemaal gaan doen, want dan kunnen we nog 20 jaar vooruit, hè jongens. Dat vind ik wel leuk. Wordt een hele leuke verzameling, wordt dat. Maar goed, dus ik zie hier nu al naar uit en ik ga dat absoluut kopen. Dat kan ik je nu al zeggen. En dan laat ik je natuurlijk ook weten hoe die eruit. Want dit is dus iets wel wat ik blind koop. Ja, kan niet anders. Ja, het kan wel anders. Het kan wel anders. Ik zeg het verkeerd. Ik wil het niet anders. Omdat dit limited editions zijn en je weet nooit welke echt succesvol zijn. Want als ze echt heel succesvol zijn deze, dan zijn ze binnen no time uitverkocht. En dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Die Vanille Planifolia, die was wel heel snel nergens meer te krijgen. Volgens mij kun je de Iris nu nog steeds krijgen. Dus die was wat minder populair. Jasmijn, ja. Ja, ik ga er wel voor, want ik denk, nou, volgens mij, dat zou ook wel weer populair kunnen zijn. Dus ik ga het meteen kopen, jongens. Ik ga het meteen kopen. Ik ga even kijken of het al te koop is. Dan kan ik het ook op redelijk korte termijn in een video laten zien. En ook mijn bevindingen even met jullie delen. Ja, hij is te koop. Ik kijk dan nu even op de Guerlain website, hè, guerlain.com. Dat vind ik zelf het veiligst. Ik heb mijn eerste Millesime gekocht bij een hele andere winkel. En die, nou, toen is mijn pakje kwijtgeraakt. Nou, dat is een heel verhaal. Kijk even naar mijn eindejaarsvideo van, nou ja, ik weet niet meer welk jaar het was. Maar daar leg ik dat hele verhaal uit. Dus dan heb je al mijn avonturen op internet, kun je dan volgen.
wat er misging. En uiteindelijk is het goed gekomen, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik moest er dus heel lang op wachten en allemaal gezeur. Dus dat doe ik niet meer, niet voor die medicines. En omdat ze limited edition zijn, staan ze ook niet in de winkels bij ons. Dus je moet er dan weer net tegenaan lopen. Dus ik heb vorig jaar bij Guerlain zelf gekocht en dat beviel me uitstekend. Ik was geloof ik met 3-4 dagen al in huis. Hoe dan? Echt super snel. Dus hou mijn Instagram in de gaten. Het zou zelfs kunnen, want ik bestel dan nu op... Wat is dit vandaag? Donderdag. Nou, misschien heb ik het dan wel volgende week al in huis. Dus misschien heb ik het zelfs al in huis tegen de tijd dat de video up gaat. Ja, ik doe altijd een week over het editen, jongens. Kan niet anders naast mijn fulltime baan. Het is wat het is. Maar hou dan mijn Instagram in de gaten. Want daar doe ik meestal wel de unboxing van zo'n flesje. Dus dan kan je gelijk al even kijken van... hoe hebben ze het weer ingepakt? En wat voor sampletjes heb ik dan eruit gekozen? Allemaal dat soort dingen kun je dan kijken. Dus... houd het in de gaten, jongens. Follow me. Leuk, man. Ik ben helemaal blij ervan. Oh, de medicine. Ik hou het al zo lang in de gaten. En nou, het is weer zover. Yay. Goed dat ik dus nog even naar de nieuwtjes keek. En een ander nieuwtje wat ik hier tegenkom. Dat is dan wel van vorige week. Maar dat is dan van het merk Narciso Rodriguez. Die heeft 3 nieuwe geuren uitgebracht. Tegelijk in deze vrolijke kleurtjes. Echt nog zomerse releases eigenlijk. En deze horen thuis bij hun Oriental Musk collectie. Nou ben ik niet heel erg thuis in dit merk, alle ins en outs. Dus ik weet niet precies welke geuren er in die Orientals horen. Maar goed, dit zijn dus 3 nieuwe in die serie. Kleurige flacons, vind ik wel mooi hoor. En bloemige noten. We hebben Radiant Magnolia. Ja, je snapt al dat die wel echt mijn belangstelling heeft. Kijk ook naar mijn Magnolia video, jongens. Dan weet je waarom ik dat interessant vind. Dus lijkt me lekker. Roos Epicé, dat lijkt me ook een lekkere. Dat is dan een kruidige bloemengeur, maar dan met roos. Ja, ik wil op zijn minst even snuffelen. En dan Wild Tuberose. Lijkt me ook zalig. In ieder geval potentieel. Ik vind namelijk tuberose een heerlijke geur inmiddels. Dus als ik puur zo naar de namen kijk, lijken de tuberose en de magnolia me het lekkerste. De roos hangt er even vanaf wat ze ermee gedaan hebben. Maar sowieso hangt het er vanaf. Want dit huis en ik heb nog maar 1 geur gevonden die ik echt lekker vind. Ook bij mezelf. Dus dat die ook echt pakt en dat ik hem ook echt ruik. Want ze zijn allemaal wel aangenaam. Maar de meeste pakken op mijn huid gewoon niet zo goed bij dit merk. Ik kan niet zoveel met het merk daardoor. Hè? Dus los van dat ik het best lekker vind ruiken, maar het pakt gewoon niet. Dus ik ben heel benieuwd of deze wel gaan pakken, want het lijkt me dus wel lekker als ik het zo zie. Ook Jo Malone komt met een nieuwe geur uit Hinoki en Cederhout. Lijkt me ook weer niet zo. Hinoki is ook een houtsoort, net als ceder. Dus dat is dan een hele houtige cologne. Het is uit hun cologne en dans serie, dus die zwarte flesjes zeg maar. Ja, ik vind Hinoki overigens in de geurkaarsen vind ik wel lekker. Maar ja, de vraag is of ik daar zelf naar wil ruiken. Ik vind hout al heel snel mannelijk worden. Nou, deze geur is dan vanaf 7 september in elk geval bij Jo Malone zelf te krijgen in haar eigen winkel. En dan zal het vanzelf ook naar ons komen overwaaien natuurlijk. Ik verwacht niet anders. In ieder geval, de Douglas heeft altijd Jo Malone staan, hè. Ik zeg al, ik verwacht er niet zo heel veel van. Maar je kunt het altijd even proberen als jij van dit merk bijvoorbeeld houdt. Misschien vind je het lekker. Het Nederlandse huis Van de Zotte is met een nieuwe geur uitgekomen. Dit is hun 4e geur. Zoals jullie weten volg ik het huis een beetje. In ieder geval vanaf de zijlijn. Ik heb tot nu toe alle 3 de voorgaande geuren ook besproken. De laatste was Wild. Die zit ook in een van mijn parfum updates. En nu hebben ze Wat uitgebracht. En dan Wat met een D. Dus de Wadden zal ik maar zeggen. Ja, ik vind tot nu toe, ik vind de concepten altijd heel erg leuk. De eigenaar en ook ontwerper van deze geur, Juri Hottentot, zo heet hij. Die wil echt de Nederland vieren, zal ik maar zeggen, met zijn parfumhuis. Helaas voor mij is hij niet zo van de gourmande geurtjes. Dat heeft hij ook echt gezegd. Ik heb hem wel eens een mailtje gestuurd, omdat hij toen zei van nou, als u nog suggesties heeft voor geurideeën, dat heb ik toen natuurlijk meteen gedaan. Want ik dacht, oh, stroopwafels en tompoes. En nou ja, als je mij een beetje volgt, dan snap je wel, hè? Dan kan je het wel zo invullen. En hij wil juist met zijn parfums, zeg maar, wat hij dan de folklore noemt, dat wil hij vermijden. Dus liever geen tulpen, geen klompen en helaas voor mij ook geen stroopwafels of tompoezen. Jammer voor mij, maar goed, ik waardeer het altijd als mensen een concept hebben en zich daar ook aan houden. Nou, dat doet hij. Dat betekent wel ook tegelijkertijd dat ik de meeste van de geuren die hij heeft ontwikkeld, in ieder geval wat ik dan kan zien aan de geurnoten, mij niet aanspreken. Allemaal te mannelijk, naar mijn smaak. Ze zijn allemaal unisex wat hem betreft, maar allemaal houtig of op een andere manier toch veel te, ja, bijvoorbeeld hier bij die nieuwe, nou ja, kerkenteer. Ja, ik weet niet hoor, dat ga ik niet dragen, niet om het een of ander. Kan je wel unisex zeggen, maar ik ben daar toch de meisjes achter voor, denk ik. Uiteindelijk hoor ik niks tegen een goede unisex geur heb, hoor. Maar wat is dan niet de eerste waar ik aan denk zelf? Het merk zelf beschrijft dit nieuwe parfum wat als volgt. Verwacht geen Average Aquatic.
Dit is geen zomerse zonnige zeeparfum met frisse noten van mandarijn of grapefruit en een vleugje zonnebrand. Nee, dit is de Waddenzee. Daar is het hele jaar door ruig, stoer, slibberig en ziltig. Dat is wat ik dus bedoel met mannelijk, jongens. Wat Eau de Parfum ruikt dan ook naar zilt zeewier, scheepstouw en jutterschuren en drijft langdurig op een flinke dosis andere gris. Nee, dat is niks voor mij, jongens. En dat heb ik steeds tot nu toe met zijn geuren, hoewel ik de concepten dus heel erg leuk en origineel vind. Ik wacht tot op de dag van vandaag op iets wat vrouwelijkers of op zijn minst echt unisex. En dan het laatste nieuwtje van vandaag is Montal. Montal komt naar Nederland, jongens, met een eigen winkel van Montal. Het is niet zo dat er natuurlijk in Nederland geen Montal is te krijgen. Dat is natuurlijk wel zo, hè. Er zijn verschillende winkels die het aanbieden, maar nu komen ze met hun eigen parfumwinkel naar Nederland toe. Dus dat vond ik wel een nieuwtje waard. En ze komen in november naar Amsterdam. Ze zullen wel druk aan het verbouwen zijn op dit moment, dat schat ik zo in. En dan zal het in november geopend worden. Dus dat is natuurlijk leuk nieuws voor de parfumliefhebbers. Ik ga ervan uit dat ze dan ook wel echt alle Montal parfums die op de markt zijn, dat ze die ook echt aanbieden. Dus dan hoef je nooit meer te denken, hè, nou sta ik in de Bijenkorf of nou sta ik bij de Skins of wherever waar je dan ook staat. En dan hebben ze net die ene waar ik naar op zoek was, die hebben ze dan weer net niet in die winkel staan. Ik ga ervan uit dat Montal Amsterdam alles zal hebben wat daadwerkelijk op de markt is op dit moment. Dus leuk, ik wil er zeker een keer gaan kijken. Ik ben dan ook benieuwd of er dan op een gegeven moment een aanvulling komt met Mancera. Mancera is natuurlijk het zusterhuis van Montal. Eigenlijk het dochterhuis, hè, want het wordt gerund door de dochter van Pierre Montal of de kleindochter of zo. In ieder geval zo'n soort familierelatie is dat. Maar ik ben heel benieuwd. Maar ik vond het wel een leuk nieuwtje om ook mee te nemen in deze video. Nou zijn jullie weer eventjes bij. Ik wil niet zeggen helemaal bij, want er zijn nog veel meer parfums uitgekomen de afgelopen, laten we zeggen dus 10 weken. En of aangekondigd. Nou, dat is ook net als met make-up niet bij te houden. Dus ik heb echt een selectie gemaakt, jongens. En als je zelf nog andere tips hebt of je zegt, ja, maar Katja, deze moet je echt proberen, laat dat gerust weten in de comments. Vergeet ook niet het duimpje omhoog te doen, jongens. En abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik je heel graag volgende week donderdag weer. Bedankt voor het kijken weer. Doei! Bye.